Oh, die ene film met die kale. Fast and Furious. Nee, die andere kale met kerst. Oh, Die Hard. Ja! Oh, ja. Ja, maar echt. Het stuk is eigenlijk begonnen met het idee van hoe grappig zou het zijn om een stuk te maken over housewarmings eigenlijk. Eindelijk heb je een plek voor jezelf en hier ga je echt je thuis maken. Maar het zure van alle housewarmings, die je ook in het toneelstuk gaat zien, is eigenlijk dat ze niet echt een mooie toekomst gaan bieden. En het niet echt een begin is van iets. Het gaat echt wel over die zoektocht naar vastigheid en hoe belangrijk dat ook voor je is. Is iedereen klaar? Ben je klaar voor? Ja. Iedereen is gewoon vooral heel erg blij om elkaar weer te zien. En dan ga je er ook meteen vol voor. Monique, ja, die kan wel scherp uit de hoek komen als ze dat wil. Waar is Mark? Oh, we vonden het allemaal een goed idee als hij lekker naar huis ging. Dus het wordt spelletje met je zes. Oh, ik weet niet of ik wel... Wat willen we doen? Het is echt geschreven vanuit eigen ervaring. Ook binnen de vriendengroep, als je dan ziet dat mensen inderdaad continu aan het verplaatsen zijn. Ze hebben stress omdat ze ergens een keer uit worden gezet en een nieuwe woning zoeken, dat soort dingen. Dus daaruit voort is eigenlijk dit stuk gekomen. En ik voel me heel vereerd dat ik hier aan mee mag spelen. Dus tot en met... Vera die zegt, dit is mijn eigen huis en ik laat me niet beledigen. Dus ik kamp hem net iets eerder af. Door corona is dit stuk al 2 keer uitgesteld. Uiteindelijk hebben we heel erg veel online gedaan. Ik was blij dat we nog iets konden doen. Want ik had het vreselijk gevonden als het helemaal wegviel. Het is toch een grote vriendengroep, een beetje een soort familie die je creëert als je zoveel met elkaar samen bent. Met een lafaard! Waar heb je het nou allemaal over? Het was nog maar een spelletje! Ja, dat gedoe met onze huisbaas! We hebben ook een koppel in het toneelstuk die wat beter af zijn. Jan-Willem en Monique uit Rotterdam. En zij hebben rijke ouders. Dus zij weten uiteindelijk redelijk snel een huis te vinden. Een koophuis. En het gaat met hen ook wat beter. Ik hoop dat het stuk doet. En ik denk wat wij alle vier hopen dat het stuk doet. Is dat het mensen hier toch wat meer over laat nadenken. En het ook meer bespreekbaar maakt. Dat je niet zomaar elke kamer zou hoeven te accepteren en niet gewoon blij hoeft te zijn met 6 vierkante meter voor €600 in de maand. Dat we echt structureel voor verandering moeten gaan zorgen. Neem het geld maar. Neem anders gewoon al het geld maar en zomaar niet eraan bij een eind opstelletje hebzuchtige klootzakken! Oh, Vera! Zo. Einde scène. Ja. Ik denk dat er ook wel schaamte zit aan het onderwerp. Het idee dat je het blijkbaar niet voor elkaar hebt gekregen om een betere woning te krijgen. Of om, weet ik niet wat, die partner te krijgen, die promotie, die studie die je wilde. En dat hoeft helemaal niet. En juist door er een comedy van te maken, dan verlaag je die drempel om over dat soort dingen gewoon eerlijk te zijn. Hou jij die vast? Kom allemaal kijken naar Uitzicht op Keizer Karel. Een superleuk Nijmeegse toneelstuk. 11 en 12 juni in Extrapol. Yay!